kijkers. Jullie hebben zelf gemerkt dat het deze keer geen pakketten zijn, maar dat we bezig zijn met koken. En deze moederdag gaan wij anders vieren. We zijn hier bij Huize Simba en we gaan er een leuke dag van maken met de oudjes van Huize Simba. Zonder de hulp van sponsoren was dit project niet mogelijk. Leden van de groep Gastieners die hebben het meegemaakt. Het is namelijk de donatie van mevrouw Sandra. Zij stuurde wat geld naar mij toe en ik dacht, wat moet ik nu ermee? En dan ben ik begonnen om dan het plan uit te zetten om de oudjes te tracteren. Dus de leden van Gastieners, een paar leden hebben dat ook een bijdrage gegeven. Een paar mensen die anoniem willen blijven, die hebben ook hun bijdrage gegeven. Dus wij hebben dan mevrouw Sadhana Jagroop Balaram. We hebben de heer Vikash Balaram, mevrouw Balaram en een zoon Shivans Balaram. Zij hebben ook een bijdrage gegeven. En Combi Mark heeft ook een bijdrage gegeven. Jullie hebben al gezien dat we thuis gekookt hebben. We zijn nu hier. En we gaan de oudjes nu eten geven. We gaan ze trakteren. En we gaan ze verwennen. Komt u maar mee. En dan kijkt u zelf wat en hoe alles gaat. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Mag ik een vraag stellen? U hebt een kerst aangeboden. Wat is de bedoeling daarvoor? Het is voor moederdag. Het zijn mensen uit Nederland. Gelijk als reactie daarop, alvast namens de leiding, personeel en totale senioren, burgers van bewoners, de Simba, heel hartelijk welkom. De gasten die ons hebben aangeboden op deze moederdag, mogen ze allemaal alleen op deze dag rijkelijk zegenen. Mocht in het verleden uw wensen niet in vervulling zijn gegaan, mogen de Almachtige u op het pad van succes begeleiden. Ik zeg dit niet als individu nogmaals,
namens de Talen Senior Burger. Wij zijn erkentelijk dankbaar voor de gasten die ons hebben aangeboden. Indien ik een uitspraak heb uitgelaten, bewust of onbewust, een verkeerde handeling heb uitgesproken, mag ik daarvoor mijn hartelijke excuses aanbieden. Indien de slachter is niet meer terugkeert, mogen de Almachtige onderweg begeleiden en geen hindernis en verspilling mag ondervinden en dat veilig en behouden mag aankomen op plaats van bestemming. Gelijk aansluitend onze hartelijke groeten namens de Talen Senior Burger, alsjeblieft. Dank u wel. Zo, moeders. Ik wil jullie een heel fijne moederdag toewensen. Het is namelijk zo dat het ieder liever thuis een moederdag zou willen vieren. Maar jullie zijn hier. En ik wil jullie toch namens Team Hasti Masti een heel fijne moederdag toewensen. We hebben een gebak voor jullie. En natuurlijk hebben wij dat niet zelf gedaan. We hebben donateurs die gedoneerd hebben. Wij hebben alleen gekookt en voor jullie gebracht. Omdat wij toch deze dag met jullie wilden vieren. Kijk, wij hebben ook ons gezin thuis. Maar toch wilden wij het vandaag een beetje anders doen. We wilden gewoon een moederdag met jullie vieren. Er zijn nog bewoners die in hun kamer zijn. Er zijn een paar bewoners hier. Maar toch willen wij dan een gebak snijden voor moederdag. En ik wil jullie allemaal van harte feliciteren met de dag van de moeder. Het is een speciale dag. Een moeder is heel speciaal, heel speciaal, ja. Je bent niet zomaar een moeder. Het is 9 maanden pijn lijden en dan nog bij de bevalling zoveel pijn lijden om dan de waarde van moeder te krijgen. En daarom zijn de moeders heel speciaal. Als de moeders er niet waren, waren wij er ook niet. Ja, precies. Ja, daarom is de moeder een heel speciaal persoon in ons leven. Als je nog een moeder hebt, geef haar alle liefde. Geef haar alle tijd en aandacht. Want je weet niet wanneer ze weggaat. En als ze er niet is, dan ga je terugdenken. Liever had ik er nog. Ja? Dan is het al te laat. Inderdaad, dan is het al te laat. Dus gaan we even samen een taart snijden voor de moeders. Ja? Ja. Ja, is goed, ja. Twee wachten. Ja, oké. Een fijne moederdag voor u. En heel fijn. Ja, maar ik heb het voor deze mens. Heel hartelijk dank voor. Ja. Een fijne moederdag voor u. Dank u wel, mama. Dank u wel. Ik ben hier. Thank you.
oma. Dankjewel. Ja. Leuke dag gehad. Ja, alles heeft heb u genoten van het eten? Ja, mevrouw. Ja. Bedankt voor uw moederdag. Ja. 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 Bedankt. Is een wijn hoor. Ja, is goed oma. Zo kijkers, we zijn gekomen aan het eind van ons project en zoals jullie gezien hebben, zijn we vandaag bij huis Simba. We hebben moederdag met de oudjes gevierd en ik sta hier met de mensen die geholpen hebben. En Kishan Ramanand is er, Priya Jagdar, Shreya is er en onze kok Prem Harpal. En zijn vrouw, Anita Harpal. En er zijn ook meerdere mensen die geholpen hebben. We zijn vanaf 's morgens bezig om te koken. We hebben ervoor gekozen om Moederdag vandaag op een andere manier te vieren. We zijn dan hier gekomen. Ik wil de donateurs van harte bedanken voor hun bijdrage. De donateurs zijn Sadhana Jagrup Lalaram. En de heer Vikash Balaram, mevrouw Shavina Balaram Kali en zoon Shivans Balaram. Dan heb ik nog Rajiv Mansaram. En er zijn ook andere donateurs die anoniem willen blijven. Combi Mark heeft ook een bijdrage gegeven. En met de ondersteuning van deze donateurs hebben wij dan Moederdag gevierd op Huize Simba. Ik wil alle moeders van hieruit een heel fijne moederdag toewensen. Een moeder is heel speciaal. We vergeten dat de moeder ons ter wereld heeft gebracht. En in de meeste gevallen is het zo dat kinderen niet meer willen omkijken naar hun moeder. Ik zou de kinderen willen vragen om tot de laatste adem naar hun moeder terug te kijken. Want je gaat die moeder nooit kunnen terugbetalen. Wat een moeder voor een kind heeft gedaan, gaat een kind nooit kunnen terugbetalen. Het enige is dat je liefde, tijd en aandacht aan die moeder geeft, want dat verlangt een moeder. Tot hier ons sociaal project en tot de volgende.